is zaterdag, dus welkom bij de nieuwe weekvlog. En er staat wat op mijn scherm. Oh, het is alweer weg. Dan zal het vast niet belangrijk geweest zijn. Ja. We zijn op de Meneesje en eigenlijk hebben we vandaag een vrije paardendag. Dus dat betekent dat buiten een beetje vloggen en paardrijden we dus niet zo heel veel hoeven te doen. Ik ben heel blij, want mijn jas is gemaakt. Deze. Dat is mijn winterjas. Waar ik minder blij mee ben is als je afvalt en dan hou je heel veel ruimte in je jas over. En dan is het best koud. Dan komt de wind namelijk van onderaf zo door je jas heen. Dat vind ik niet fijn. Ja, het is zoals het is, kan de kon ik zelf veranderen. Hier komen we bij de pennymeisjes. Eén pennymeisje is hoefjes aan het lakken. Twee andere pennymeisjes houden toezicht. Ze hebben beide een eigen pony, dus het is me niet heel duidelijk waarom hun dan niet lakken. Maar ze zitten hier gezellig het manegeleven te beleven. En Bel laat het allemaal maar over zich heen komen, Bel. Ja. Oh. Wel goed, zijn dit eigenlijk een lekkerste koud. Ja, nou, ik denk dat het wel meevalt, Bel. Volgens mij voelt Bel helemaal niet koud aan. Nee, Bel voelt echt niet koud aan. En onder de deken voelt ze ook gewoon normaal. Maar ze voelt hier op haar hals hetzelfde. Bijna hetzelfde als hier onder de deken. Dus gewoon lekker warm. Je bent wel heel mooi hoor, Bel. Helpt dat? Dus met je oren. Het weer goed met je oortjes? Ja? Zijn je oortjes weer braaf? Mogen er weer aan zitten? Ze vond het niet zo leuk dat de oortjes geschoren werden. Dus misschien moeten we dat maar gewoon niet meer doen. Nee, brave pony. Ja. Maar nu mogen we er gewoon weer aan zitten. Een beetje aan friemelen. Dat vindt ze weer goed. Dat komt misschien ook omdat ze een pedicure krijgt. Mama wordt weer starten. Oké, we kunnen. Het is vandaag. Moet even een bril opzetten. Ja. Mama moet even een bril opzetten, want ze is ook net en doof. En dun. Nou, kijk. We gaan vandaag heel veel in de schoenen kledingbak gooien. Kijk. Moeder heeft een witte broek. Is een beetje groot. Ik heb al mijn te kleine schoenen. Ja, het is een hele grote tas. En vandaag gaan wij weer rijden. En ik heb er zin in. Ja, we hebben eigenlijk niet veel bijzonders vandaag. Nee. Eigenlijk het hele weekend niet. Het is ook wel eens lekker. Ja, het is vandaag zondag. In ieder geval de was weer eens gestreken. Dat is ook leuk. Ja, en ik heb weer een stuk van mijn kamer opgeruimd en mijn kast. En nu lekker. Nou, de paardjes hebben vanmorgen op land gestaan. Dat is ja, dat was heel uniek fijn. Uniek in november. Ja. En dan gaan jullie lekker rijden. Gisteren heeft mijn moeder ook heel veel gefilmd van het rijden. En vandaag weet ik het niet. Misschien wel, misschien niet. We zien het allemaal wel. Oké, jongens. Het is een beetje donker. Maar ik heb cupcakes gemaakt. Zo. Samen met mijn vader. Dat zijn keto cupcakes, als ik het goed zeg. Koolhydraatarmen, ja. Zeggen, denk ik. Dat hebben we gemaakt met allemaal spulletjes. Misschien kunnen we beneden wel in de beschrijving zetten. Ja, dat wil dan nog dat. En we hebben vandaag springles. We gaan ons best doen om er nog wat te filmen, want de camera deed net een beetje raar. Maar ja, we hebben het weer opgelost en ik hoop dat het ook zo blijft. Vandaag is de hele bak volgebouwd met een parcours. En wel omdat er zondag wedstrijden zijn, springwedstrijden. En Tess mag meedoen op Henja, dus dat is wel spannend. Met Bel kan natuurlijk ook wel. Alleen het is toch makkelijker met Henja. Dus om het te proberen, begint ze even met Henja in het echte parcours. Stil blijven zitten. Zeker. Ik bedoel, dat ik niet stout te maken. Je bent wel gelijk hoog, hè? Hoezo hoog?
Valt wel mee. Oké, kom maar. Let op, hè, met je onderbeen. Ben je die laatste glofdong iets te voorzichtig? Voel je dat? Ja. Jij gaat ervan uit dat hij voor je afgaat. Alleen hij heeft jouw hulp de laatste glofdong nodig. Oké, laat wenden hier, laat. Stil zitten, achterover. Zo ja, dat is mooi doorgelukt. Nog een keer zo. Zo ja, buitenvleug, buitenbeen begrenzen. Jij blijft stil zitten met je lichaam. Zo ja, uitstekend. Wil je even een hand veranderen? Daar zit de jury, ik wil even mee. Daar is bovenin de jury. Okay. Tess moet groeten, en die luistert niet. En dan moet je zondag moet je dat daarvoor doen, ja? Oké. Okay. Doe je eerst even een vol galopperen, dan doe je niet zondag, maar we moeten eerst even galopperen. Ja, dat zag ik al gebeuren. Kun je iets te voorzichtig vinden? Ja. Zo, die laatste glofdong moet jij met been bij je komen. Kom maar. Zo ja. Zo, op tijd wenden. Stil zitten. Jij moet het eigenlijk zorgen dat ik iets scherper ervoor ben. Je moet even boos worden op jezelf. Zo ja, hou hem in het midden, stil zitten, onderbeen eraan. Zo ja. Kom maar naar het been, kom maar naar het been. Kom maar naar het uitsteken. Mooi midden. Oh, dat is zonde. Maar wel mooi doorheen gedrukt hoor, super. Precies hetzelfde als net. En ook tussenin moet jij het been kloppen. Uitsteken. Zo ja, goed gereden. Let op hè, iets met been komen. Zo ja, dat is fijn. Hou in het midden, uitsteken. Nou kan je iets steken gaan houden. Goed hoor. Oké, nou druk ze er mooi doorheen, zag je dat? Ja. Zo, ik zit in de routine, maar ze is aan het rijden hoor. Het gaat nu naar nummer 2. Oh, een boekje eraf. Naar 3. Zie blauw-witte. Oh. Een bochtje maken. Dan naar die geel-zwarte. En Steven zit er. Het zit er weer op de dingen te zeggen. Zo, en dan gaat ze weer een boek. Volgende. Gaat ze nu naar nummer 5. Dat is die zwart-roze. Daarna de vlag. Ja, dat was natuurlijk best wel flink gevallen. Een paar keer wel. Ja, toen heb ik helemaal heel veel gezien. Je hebt ze ook gewoon gefilmd, dan ik al. Ja, dat klopt. Je vergeet nog een sprong. Oh, gelukkig. Oké, ze is weer begonnen. Het was erg snel. Maar ze gaat nu beginnen met 1, dus ik ben op tijd. Oh. Nou, eerst achterste balk en dan de voorste balk. Dat is 6, dan 7 en dan daar die oranje is de laatste, nummer 8. Ja!
Koertjes klaar. Goed gedaan, mama. Ik ga er even voor zitten. Zo. Kim gaat ook op een koertje doen. Net zoals ik en mijn moeder. Ze begint weer bij 1, de gele. Dan de volgende, de okser. Gaat ze naar die blauwe. Volgens mij zie je er nummer 3 ook bij. Dan nummer 4. Het is even hier AB. Oh. Nummer 5. Is die. Nummer 6 en 7. Dan nummer 8 in het hoekje. Dat was het parcours van Kim. Donderdag en het wordt al snel donker en de muziek staat onwijs hard. Dus dat is wel... Minder makkelijk met filmen, want dan krijg je natuurlijk auteursrechtelijke probleempjes. Verona die gaat straks in de molen, dat doet Elisa even. Want die was gisteren bij het springen daarna toch wel een soort echt moe, dat snap ik ook wel. En dit weekend ga ik met haar een concoursje springen, volgens mij 80. Dus dat is sowieso al een ding. En nu ga ik Verona puffen, want die heeft een aantal dagen binnen gestaan. En of het daardoor komt of door iets anders, dat weet ik niet, maar ze hoest. En ik wilde liever nog geen kuur ingooien, dus ik ga eerst even puffen. Het is eigenlijk hetzelfde als een kuur, alleen dan gericht op de longen en niet op iets anders. Dus dat ga ik nog even doen. En dan is de donderdag voorbij. Tess is thuis, die is bezig met haar werkstuk over Japan. Jazeker. En die moest nog een aantal dingen voor school doen, dus die is heel braaf thuis bezig. Dus een korte dag vandaag op stal en dat op de donderdag. Ja, dan kom ik wel naar jou toe. Even serieus. Dan blijf me eten. Ja, eten gaat natuurlijk voor medicijnen. Dat sowieso. Dat snap ik ook wel. Maar goed. Er kon iets. Heeft eten. Ze is terug in haar box. Kijk maar. Tadaa. Het is donker. Je ziet niet zoveel meer. Ik ga naar huis.